Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers en vandaag verwacht ik 2 pakketjes. En ik weet niet hoe laat ze binnenkomen, dat zet PostNL nooit neer, dus dat is heel erg irritant. Want anders had ik in de tussentijd wel even naar de winkel kunnen gaan om brood te halen en nog wat andere dingen. Ik weet alleen niet meer zo goed wat. Maar ja, that's life. Dus het wordt nu eventjes afwachten. En picknick komt ook nog vandaag. En een nieuwe ambulante begeleider van mij, want mijn eigen begeleider is ziek. Ik weet niet wat ze heeft. Ze hebben niet gezegd wat. Maar daar moet ik nog even op wachten totdat ze hier is. En dat is om 11 uur. Het is nu 8:30. Ik werd wakker door Vince Wekker. En bleef toch nog een nachtje slapen omdat ik het even moeilijk had. Gisteren heb ik niet gevlogd. Ik was moe en er gebeurde niet zoveel. Niet iets interessants of zo. Maar ja, want ik ga alleen vloggen als er iets interessants is of zo. Ik denk dat anderen ook wel fijn vinden. Ik hou net een slaapkorreltje uit mijn ogen. Nou ja, ik ben een beetje treurig ook. Omdat ik gisteren eventjes weer moeilijk had vanwege mijn moeder weer. En ik hou het te lang binnen, maar uiteindelijk gooi ik het er wel uit. En dan is Vince's schouder wel eventjes nat. Dus daarom bleef hij slapen. Hij is nu naar werk toe. En er is dan ook nog iets, niks ernstigs of zo, maar ik vind dat Vince dat zelf mag zeggen in de vlog. En dat is niet aan mij, maar als hij er aan toe is, gaat hij het wel zeggen. En het is niks ernstigs, gelukkig. Er is niemand overleden verder. Maar ik vind gewoon dat hij het zelf mag zeggen. Dat is niet aan mij. Nou, ik denk dat de was er wel af kan hier. En dat ik eventjes mij ga herpakken. Eventjes mijn eigen ding doen nu. Mijn bril zoek ook. Ik heb nog niet eens mijn lens in. Ik had gehoord over nachtlenzen. En de reacties op YouTube doen me ook goed. Trouwens, want ik kreeg berichten over van je kan bij die bakker koolhydraatarm brood halen. Nou, dat wil ik wel een keertje doen. Alleen bakker Bart heb ik hier niet echt in de buurt. Ik heb wel bakker Hartog. Misschien kan ik bij hun proberen, geen idee. En er is nog een bakker, maar dat is weer verderop. Een kwartier lopen. Die bakker Hartog is hier over het 1 of 2 minuten. Maar dat maakt niet uit, het lopen wat dat betreft. Maar ik moet even zoeken. Yeah. Dus, ja. Ja, hallo. Goedemorgen. Ja, nou, ik ga eventjes die fles hier in de tas doen. Ik heb veel flessen. En dan zien jullie me zo weer. Het gaat lekker. Ik wil wat zeggen. En dan moet ik hoesten. Maar mijn pakketjes zijn binnen. Yay. Ik heb even geslapen. Mijn ambulante begeleider is geweest. En ik heb even een flinke huilbui gehad. Niet vanwege haar of zo. Of dat ik nu een andere heb. Maar ik ben gewoon een beetje op. Gewoon echt opgesloopt. En ik zei laatst tegen Vince, ik denk dat we echt een weekendje weg nodig hebben. Gewoon even weg van hier. Weg van alles. Even rust zoeken. En Vince zei, ja, maar we kunnen niet te veel uitgeven. En ik zei, het interesseert me even niet. Ik moet rust hebben. Echt even mijn rust. Dus ik ben een beetje aan het kijken voor een goedkoop weekendje weg. Als jullie iets leuks weten. Nou ja, tegen die tijd is dit er al, denk ik. Maar dan hebben we dat of al gedaan of nog niet. Maar ja. Het is gewoon in Nederland dat ik echt eventjes weg wil. Winkels mogen binnenkort weer open. En ik heb echt even mijn rust nodig gewoon. Ja, ik heb hier zo een mesje. Dus ik kan openmaken. Waar zal ik de camera zetten? Ja, dat weet ik even zo 1, 2, 3 niet. Nou, ik zet hem gewoon even hier neer en dan hoop ik dat jullie het zien. En bij dit zijn denk ik de beschermers van skates die ik heb besteld. Ja, nog een loosje, want dat zit toch wel in zo'n klein doosje. Maar het kan zijn dat het te groot is voor mij. Hey, maar wel een leuke kleur. En een leuk hoesje of tasje zit het. Groenig, wit, grijs. Kijk, Mimte. Dit zijn ze.
zit ook echt lekker ingepakt zo. Dit is maat M en ik hoop dat het me past. Dat hoop ik echt. Anders heb ik een probleem voor mezelf. Kijk, we gaan het even zo doen. Kom op, joh. Ga even om. Nou, eerst zo dan. Anders wordt het een leuke giveaway. Ja, ik denk dat het wel past. Laat het jullie ook even zien. Dit zijn dus die polsbeschermers. Ik denk dat het wel past zo. Ik voel gelijk ook mijn pols een beetje rechter gaan. Ja. Nou, dat gaat wel passen zo. Nou, als ik val, niet mijn vingers naar binnen doen. Nou, dan ga ik even kijken naar die andere dingen. Nou, die zullen wel passen hoor. Dat denk ik wel zeker. Ik laat het ook even aan jullie zien. Nou, het wordt de tijd voor een GoPro. Zie je die? En dat tasje, of hoe net je hier zo hoort erbij. Oxello. Dit vind ik echt hartstikke leuk. Deze dingen passen. Zo, even opzij. En dan gaan we over naar dat andere. De skate zelf. En dat zit in een best grote doos, vind ik. Ja, voor skates is dit deze doos. Heel groot. Zo. Hoppa. Hier zijn minskies. En die zullen vast wel passen, maar ik heb nu niet zo heel veel zin om ze aan te trekken. Rood, zwart, wit. Die zijn mooi. Die zijn echt mooi. Ja, echt wel. Die zijn echt gaaf. En dit is maat 39. Dat hebben ze ook bij de winkel gezegd. Pak een maat groter dan wat je hebt van je schoenen. Ik heb maat 38, dus dit is maat 39. Wauw, ik vind het echt gaaf. Dit is echt heel gaaf. Lang geleden dat ik heb geskate of zo. Ik deed het vroeger heel veel in Limburg. Oh. Dus ik weet niet meer zo heel goed hoe alles in elkaar steekt. Maar dit vind ik echt zo tof, hè. Ik vind het echt heel gaaf. En dan die bandjes hier. Niet dat ik daar verstand van heb. Maar ze lijken me wel goed. Het enige nadeel, er zit geen rem op. Zie ik. Of ja, of zijn dit de remmen? Moet ik het hiermee losmaken of zo, of wat? Ik weet niet wat ik moet doen. Volgens mij wel. Dan moet ik dit losmaken. Yo, ja. Ah! Maar wat zijn ze mooi. Ik vind ze echt heel mooi. Ja, ik heb weer even een vrolijke dag nu op dit moment. Ik is helemaal happy. Ja, ik heb... de reden dat ik zei dat ik heb gehuild. Ik mis mijn mama. En ja... Dat hoort erbij. Het is 3 maanden geleden al. En mijn moeder heeft eigenlijk wel in die tussentijden gezegd tegen mij toen ze nog leefde. Van je gaat toch niet iedere dag huilen. Dit en dat of zo. Weet ik het allemaal. Dat wou ze niet hebben. Nou ja, je kan je niet altijd even groot houden hoor. Dus ik heb net even geslapen omdat ik me echt zo moe voelde gewoon. Trouwens, de ambulante begeleider die ik nu heb is zwanger. Hartstikke leuk, van de eerste baby. Ik ga niet zeggen of het een jongetje of meisje wordt. Ik denk dat ze dat niet wil. Maar ja, ik ben blij voor haar. Ik vind het heel erg leuk. En ze is eventjes vervanger voor mijn eigen ambulante begeleider omdat zij ziek is. Nou weet ik eigenlijk niet of ik mag zeggen wat zij heeft, want dat is privacy dingen gebeuren of zo. Dus ja, ze is gewoon ziek. En dat duurt wel even voordat ik haar weer zie. Maar ja, omdat ik zo treurig was eigenlijk de afgelopen paar dagen, heb ik er gewoon even uitgegooid wat er aan de hand is met mijzelf. En wat me dwars zit en zo. En dat kwam er even in één keer uit.
Jippie. Nou, ik had niet verwacht dat die dingen in zulke grote dozen worden gebracht. Dus ja, ik ga dat even proberen los te krijgen. Dan moet ik even de schaar pakken, dus tot zo. En dan zullen we wel zien. Ik heb hier geen geduld mee. Nou. Het moet wel goed komen. Ik begrijp er alleen te weinig van om er iets mee te kunnen doen. En dit remblokje, ja, het is een lomp ding. En er zit zo'n schroef hieronder in. Ik weet niet wat ik ermee moet. En hoe ik dat vast moet maken. Ik heb echt werkelijk geen idee. En ik ben rechts, dus ik denk dat ik hem wel aan de rechtervoet zal doen. Aan de rechter skate. Moet ik alleen even kijken welke rechts is. Nou ja, ik denk dat ik gewoon anders weer even lekker mijn nest in ga of zo, of naar de winkel ga. Ik moet mezelf ertoe aan zetten om naar buiten te gaan. Maar ik voel me gewoon zo op. Ik haat deze dagen echt zo erg. En het is mooi weer buiten, zoals jullie zien. Maar niet warm. Nou ja, ik doe mijn best in ieder geval. Dus dat straks. Nou ja, ik zal nog eventjes dit nog laten zien. Ik ben er echt heel blij mee. Dat hoorde ik. Vreemd dat hij die niet heeft opgenomen. Niks zag het op, recording, een auto. Misschien per ongeluk verwijderd. Hij heeft niks opgenomen. Ik vind het wel vloggen. Het ging alleen even fout met de camera. Goedenavond. Ik ben een van mijn crocs kwijt. Iemand mijn croc gezien? Wat zeg je? Ligt hij bij jou? Krokkie. Nou, Vince en ik hebben trouwens geprobeerd om die remblok erop te zetten. Maar ik heb nu uiteindelijk besloten om zonder remblokje door het leven te gaan met dat ding. Ik denk dat dat beter is. Oh, het enige wat je nog moet doen is dit wegschroeven. Nee, ik vind het wel goed zo. Ik ga die andere wieltje weer erop zetten. En ik ga gewoon in de gras remmen. Ja. Tegen de boom. Dat kan ook. Of tegen een lantaarnpaal. Boem zo. Er zijn ook nog genoeg van die grote prullenbakken in het park. Dus daar kan ik ook tegenaan knallen. En als je schaatsen al binnen hijst. Kan ik ook proberen, ja, tenzij ik de spagaat in één ga doen. Zo, je voet er hem in, zo. Zo. Ik ga hem zo naar binnen. Je wilt dat ik dat ga proberen? Ik ben er in het gat. Dat weet ik niet, ik was wel bij schaatsen zo, maar dit zijn andere dingen. Dit zijn wieltjes, die gaan door. Maar ik kan dat het proberen. Boemen zo. De wieltjes gaan naar voren, hè? Ja, maar als ik tegen jou aan knal... Als je draait tegen elkaar toe, dan minder dan zwart. Mm-hmm. Ja. En mag ik ook tegen jou aan knallen of is dat beter van niet? Ja, wel. Wil je dan ook nu toch vliegen? Oei! Nou, picknick is net geweest. Die wilde ik dus gaan vloggen. Ik had het ingedrukt, wilde ik knopje gedrukt. Maar dan zag ik neem op. Of neem het op. Dan zag ik, nou ja, dat ging filmen dus. Dan ging ik praten. Opeens viel de camera uit.
Ja, misschien de verkeerde knop ingedrukt of zo. Zou kunnen. Geen idee. Nou ja, dat zal ik zien als ik op vloggen ben. Je doet je best. Ja. En dat vind ik al heel wat. Ga je mee naar de keuken? Meestal niet meer echt praten. Kom je? Nee, ik vind het goed. Het goed, zijn goed. Ik zie het. Hey, hij is opgestaan. Hallo. Hoorde ik nou knak? Mm-hmm. Wat was dat? Vingers. Je vingers knakten? Hm. Nou, laten we naar de keuken gaan. Gaat u voor, meneer, voordat ik u opzij douw. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. Ja, ik heb een uurtje geslapen en echt, ik voel me nog steeds moe. Maar we gaan een hotelletje boeken binnenkort. Ja, dat is wel een vraag, want ik weet het niet. Wat zegt u? Dat is wel een vraag, ik weet het nog niet. Jawel, ik heb die rust even nodig. Echt weg van dit huis. Ik zeg, dat is wel een vraag, maar ik weet het nog niet. Ik voel het andere keer over. Miauw. Loop eens even door, joh. Waar ga jij nou heen? Waar ga je naar de slaapkamer toe? Ik wil niet kant op. Ik vraag je nog vier taxi. Wat zegt hij? Ik vraag nog vier taxi-takjes. Twee taxi. Toch? Nee. Op de fornuis staan nog meer tassen hoor. Gelooft hij dat dat op het lusje past of wel? Oh, toch wel. Kijk, die wou je toch? Mm-hmm. Die siroop. Of niet soms? Ja. Ja? Yay. Ja, zeg toch. Nou, ik het treurig, hè, lief doen. Dat is een tassie. Hou mijn tassie even vast. Ja, je hebt al drie nog. Vier. Vier tip of ik ook weer allemaal onzin doen. Nou. Voor werk. Ja, moet jij drinken, hè? Ja, jij wil dat niet meer. Jij wou toch die water vitamin? Ja, want dat heb ik niet nodig. Ik heb het ook niet gedaan, omdat je het niet om gevraagd had. Ja. Dus ik wil vragen of ik dat krijg. Ja. Even wachten. Zo. Even kijken wat ik hier doe. Oh ja, dit is voor in de vaatwasser. Dan ruikt die vaatwasser wat frisser. Hij stinkt af en toe. Ja. Vaatwasser stinkt af en toe. Dan zit er eens op de tijd gewoon kruis nog erin. Wie? Dan zit ik in... Eens in een half jaar of zoiets, een draai, zonder wat erin. Zullen we deze op de slaapkamer doen of op de wc? Ja, wc, maar ja. Ik wil iets fout. Nou, dan doet hij wel op de slaapkamer. En als we er van weglopen, dat we dan dit ding gebruiken. Oh, op de slaapkamer. Slaapkamer stinkt ook. Naar zweet. Dat komt omdat je niet altijd licht in bed. En dit voorkomt kalkaanslag. En wat ben jij? We hebben al zoveel vaatwasblokjes. Dit is kalkaanslag. Dit is, moet in de vaatwasser zelf. Voorkomt kalkaanslag. Ja, dus eens zo te draaien is gewoon wat erin. Ja. Oh, ik heb aardappels gekocht zo te zien. Dat wist ik niet meer. Ben ik even blij dat ik het niet gehaald heb vandaag. Ik kon gewoon zelf die moestuintjes pakken, hè, Vince. Is
Ze zei tegen mij van, ik vroeg haar, mag ik ze gewoon zelf pakken, nu ze hier zo liggen? Ze keek erin, zei ze, ja, je mag er eentje pakken, maar pakken maar gewoon twee. Dat is toch handig, zoiets? Of niet soms? En dan deze nog. Maar dat zien we straks wel, hoe we dat gaan uitpakken. We gaan vandaag die soep eten, die groentesoep. En ik wil eigenlijk alvast ook sorry zeggen tegen de kijkers die naar ons kijken. Ik wou vandaag gaan skaten, maar ik kan me daar nog niet echt toe aan zetten. Meen omdat ik niet echt zo lekker in mijn vel zit. Jij zit wel lekker in je vel, maar ik niet. Nee. Met alle gebreken. Met alle gebreken. Ja, geen gebroken alles. Maar ja, ik denk dat jullie het wel aan mijn ogen hebben gezien. Ik heb hoeveel huilbuien gehad vandaag? Ik denk 3. Ja. Ik haat die situaties. Oh ja, ik heb ook in de... Zal je vaker krijgen? Ja, maar ik heb ook in de vlog gezegd dat jij ook iets hebt besloten, maar dat jij het zelf moet vertellen in de vlog. En er is niemand overleden, heb ik ook nog gezegd vanmorgen. Dat niet gelukkig. Dus ja, spit it out. Of spill it out, weet ik veel. Spill it out. Ja, wat was jouw idee? Mijn idee is... Nou, jullie weten dat ik graag wil gaan verhuizen. Dat is één ding wat vast staat. Maar nu moet ik kiezen tussen Amsterdam en... Lelystad. Jullie horen Lelystad. Zo Lelystad. Lelystad omdat mijn ouders en zusje gaan hun huis verkopen, hun huizen verkopen. En die verkopen ze dan met overwaarde. En met die overwaarde die ze dan krijgen, zijn ze van plan om voor ons, voor jou min of meer eigenlijk, nou ja, voor mij, een woning te kopen in Lelystad ook. Dat is niet naast hun, maar gewoon in de buurt. Dus met die gedachte heen ik al sinds vorige week dinsdag weet ik het al. Ja, en dus heb ik toegelijk aan Jennifer gezegd van, dat ze mijn ouders dat gezegd hadden tegen mij. En is Jennifer dan niet veel later vondag gaan kijken naar huizen. Voor de lol. In Lelystad. Ik dacht dus, oké. Ja. Ze zelfs gaan kijken naar woningen in Lelystad. Ze bereidt zich voor. En drie dagen later was ze in een hel bij. En ik vraag gewoon, waarom hel je? Ja. Toen zei ze, zei ook een letter tegen mij. Je gaat me verlaten? Nee, iets in die zin? Nee, ik mis mijn moeder en ik vind het een moeilijke situatie vanwege Lelystad. Ja. Want ik blijf in Amsterdam. Ja, dat is het gezegd toen. Dus we gaan gewoon latten. Ja. Maar ja, de wens van Jennifer, zoals ik weet, is ook een grotere woning, een tuin en alles. En dus dan dacht ik, die wens een beetje te verwezenlijken door die woning aan te nemen die mijn ouders zouden kopen voor mij, kunnen kopen voor mij en mijn zusje. Dus met die gedachte, met blij gedachte, was ik aan de wandel de hele tijd. Tot aan de helder van Jennifer toe. En nu is het door mij twijfelen. En, twijfel.
En heb jij voor ook met kool gebeld? Ook om skates te vragen, omdat ik het niet begreep hoe dat ding moest. Dat wou ik ook gewoon kwijt tegen Ko. En ja, even Ko aangehoord over hoe hij over de situatie denkt en zo. Eigenlijk gewoon, ja, in Lelystad moet je dan weer nieuwe dingen opbouwen. Nieuwe vriendschappen, nieuw werk en zo. En ik kan niet, totaal niet tegen die verandering. En dat zou hetzelfde voor mij gelden als ik naar Venray zou gaan of zo, bijvoorbeeld. Dus ik zie nog wel. Bij Boos gewoon. Ja, dat is eigenlijk een beetje dezelfde situatie. Maar ja, ik zie wel, ik denk dat ik gewoon hier in Amsterdam blijf. Dus tegen die tijd zie ik dat nog allemaal wel, wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik ga niet naar Lelystad, dan ben ik nog verder weg van mijn broers en daar heb ik niet zo heel veel zin in. Ai, ai, ai. Het is een rot situatie, maar we zijn er in ieder geval. En ik probeer het wat meer te accepteren, ik heb er alleen veel moeite mee. Jouw schuld. Ja, dat is jouw schuld. En dat ik af en toe op Funda kijk, ja, dat doe ik gewoon voor de lol. Ik vind het leuk om huizen te bekijken, hoe dat eruit ziet, hoe mensen het hebben ingericht of hoe groot een woning is. Dat vind ik gewoon leuk om te zien. Voor mij betekent het dan niet per se dat ik wil gaan verhuizen. Ik vind het gewoon leuk om te zien. Ik fantaseer dan en denk van in Sims van ja, zo kan het, want in Sims kun je gewoon nabouwen. Zo ben ik gewoon en ik vind het gewoon leuk om te kijken. En dan fantaseren van ooit op een dag of zo, weet ik veel. Ik heb ook wel eens een huis gezien met 35 slaapkamers. Ja, halleluja, dat ding is 10 miljoen euro. Ja, ik was ook in Lelystad dat een woning met 7 kamers. Ja, dat is wel een beetje te veel van het goede, denk ik. Ja. Toen weer 5 kamers. 4 kamers, 5 kamers. Ja. Maar we zien wel wat de toekomst ons brengt. De gemiddelde kamer. Indeling van de Lelystad. Ja, weet ik. Maar we zien wel wat de toekomst ons brengt. Dus met die gedachte dacht ik, nou ja, Jennifer die bereidt zich al voor. Een beetje snel, maar goed. Ja, ik breng jouw verkeerde gedachten, maar je had het ook kunnen vragen. Ja, net zoals je... Daar gaan we niet over beginnen. Dat kunnen ze in vlog 187 bekijken. Precies. Dus daarom zei ik... Ja. Maar wij gaan even verder deze tasjes opruimen. Alles indelen weer. Dus wat zeggen we dan? De zakjes. Nou, het is nu weer avond. We hebben niet zoveel uitgevreten. Eigenlijk geprobeerd weer die remblokken op die skates te krijgen. We hebben het niet echt voor elkaar gekregen. Het zat ook niet voor geen meter. Misschien dat mijn stiefbroer het weet, Leon. Jullie hebben hem wel eens gezien in de vlog. Maar ja... Dat werd niks, dus we hebben hem weer erop gezet. Ik zal het laten zien. We hebben hem nu even hier neergezet op Vincent. Maar morgen gaan we iets leuks doen. Niet dit, hè? Misschien dat wel nog hoor, maar dat komt nog wel. Morgen gaan we op bezoek bij iemand van TikTok. Ze moet morgen werken in Amsterdam-Zuid. En daar gaan we eventjes heen. Dus dat wordt leuk. Ik ga wel eerst uiteraard mijn haren wassen, dat vind ik wel nodig. Dus zometeen lekker douchen en dan slapen. Ik ben gesloopt, echt moe. Van de huilbuien die ik heb gehad. Maar ja. Shit happens. We gaan gewoon door met leven en ademhalen. Tot nu toe. Voor zover dat lukt. Ik heb niet echt iets met TikTok gedaan. Ik had er echt even helemaal geen behoefte aan. Dus ja, dan doe je dat ook niet. Ik wacht tot Vince klaar is met douchen. Tjoh, hallo. Ja. Soms moet je dat gewoon even doen. En ik heb zin in massage. Ik heb daar gewoon heel veel zin in. Die doos kunnen we morgen weggooien trouwens. Staat hier nog die Decathlon doos. Die is echt groot voor die skates. Maar dat was wel te begrijpen eigenlijk. Ja. Nou, ik ga de vlog afsluiten. Dus ik ga jullie vragen om op mij te gaan abonneren. En een blauw duimpje omhoog vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. En dan zien jullie ons morgen weer om 2 uur op de vlog. Dus tot de volgende keer weer. En ik raak in de war van mezelf. Rollato!